Goedemorgen, Ik kijk naar de weersvachting van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven de oostelijke helft van het land. Dat zijn de restanten van de buien die vannacht over het land trokken. Lokaal leverde dat 18 mm op, maar op de meeste plaatsen minder dan 5. Vanochtend dus nog een enkele bui langs de oostgrens en ook in het noordwesten, maar vanmiddag dan zal het op de meeste plaatsen droog zijn. Temperaturen lopen weer flink op, 24 tot 28 graden en we hebben een afwisseling van flinke zonnige perioden en enkele wolken. Er staat wel wat meer wind dan de afgelopen dagen. Dat is goed nieuws voor de watersporters, maar voor de fietsers kan het een stevig windje zijn. Vanavond ook nog flink wat zon en temperaturen die dan gelukkig wat sneller dalen dan gisteren, halverwege de avond is de graad of 21. Morgenochtend begint weer zomers. Temperaturen lopen snel op naar 23 tot 27 graden, maar aan het begin van de middag bereiken regen buiten zuiden van het land en tegen de avond regent het ook in het noorden. kan daarbij ook onweer en stevig waaien. Vrijdag en zaterdag ook nog een enkel buitje. Zondag verwachten we droog weer. Temperatuur gaat eerst iets naar beneden, maar zondag wordt het alweer 25 tot 30 graden. Het blijft dus zomer in Nederland. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.